Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Ja, we staan op een bijzondere locatie. Nou ja, we staan op de Goffert, sowieso bijzonder. Maar daar zie ik het Goffertstadion. Daar ligt de Goffertweide en hier ligt het Bouwdorp. Bouwdorp Nijmegen, waar jaarlijks vele kinderen komen om lekker buiten aan de gang te gaan met spijkers, met hout en fantastische hutten te bouwen. En bijzonder bezoek natuurlijk, zoals elk jaar, komt de selectie van NEC eens een handje meehelpen. En voor dit bouwdorp was Kodai Sano, Bart van Rooij, Stijn van Gassel en Lars Olden Larsen degene die dit bouwdorp is even komen bezoeken. Nou, het werd officieel geopend door algemeen directeur Wilco van Schaik. En daarna werd de vlag gehezen, zoals je hier ziet, door Bart van Rooij met een kind. En zo werd de dag geopend. Ja, en dan is het op handtekeningenjacht natuurlijk voor de jeugd. Want ze komen eigenlijk om te bouwen, maar ook een klein beetje voor NEC. Om te bouwen. Wij hebben vandaag om handtekening te scoren ook. Allebei. Wie is nou jouw favoriete speler van NEC? Sano. En die is hier vandaag? Ja. Heb je al een handtekening? Zeker, om een shirt. En wie is je favoriete speler sowieso bij NEC? Bart van Rooij. En die is er ook, hè? Ja. Heb je gezegd dat hij moet blijven? Ja. Ja, en dan vraag je je natuurlijk af, die voetballers, zijn ze eigenlijk ook wel een beetje handig? Bart? Niet zo heel handig. Nee, als er iets opgehangen moet worden, dan bel je iemand. Ja, mijn vader is gelukkig heel handig, maar mijn vriendin zou zeggen dat ik twee linkerhanden heb. Ben je handig? Wat? Ah ja, dat moet jij mijn vriendin vragen. Ja, en hoe zit het dan met onze Japanse vriend Kodai Sano? Is die een beetje handig? Handy? Ja. Yeah. Handy is this? Yeah. Yes, I like. When I was child also, I did the make some building. You play with your feet, it's better. Yeah, I think like this, yeah. It's better, I think. Ja, het is sowieso een feestelijke gebeurtenis, want het bouwdorp bestaat 50 jaar alweer. Het is ooit begonnen ergens in Nijmegen. Ja, het zijn ooit door een aantal vrijwilligers is het in de Wolfstraat gebeurd. Daar is het begonnen op een heel klein veldje tussen de flats in. En dat is eigenlijk met de jaren steeds groter geworden, totdat we hier nu een evenement hebben met wel 500 kinderen. Ja, een drukte van je welste. Dan is het ook altijd leuk als er natuurlijk even wat NEC-spelers komen, toch? Ja, daar staan de kinderen al. Je staat naast de Goffert. Ja, we staan naast de Goffert. Ze kunnen zo aankomen, wandelen. Nee, maar zoals je ziet hier rondom ons heen, je ziet heel veel vlaggetjes van NEC. Midden in Nijmegen, daar staan natuurlijk een hoop NEC-supporters. Dus die staan er ook altijd naar uit te kijken als ze komen. Ja. Ja, en dan onze nieuwe keeper Stijn van Gassel. Ja, voor het eerst maakt hij dit dan mee, hè, zo'n bouwdorp. Hoe is dat voor hem? Ja, dat is toch even. Normaal heb ik hopelijk ballen in mijn handen, maar nu heb ik een hamer en een spijker in mijn hand. Dus dat was even schakelen, maar echt fantastisch. Leuk voor de kinderen en mooi dat we hier aanwezig mogen zijn. Dan ga ik natuurlijk, stel ik aan iedereen de vraag, hoe handig ben je zelf? De een zal zeggen dat ik twee linkerhanden heb, maar ik denk dat ik wel gewoon aardig met een hamer en een zaag overweg kan, ja, dat denk ik wel. Normaal zeg ik altijd, voor een voetballer is twee linkerhanden niet zo erg, maar voor een keeper wel, hè? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nee, ik kan goed overweg en ik vind het leuk om dingen in elkaar te zetten en om te klussen en dat allemaal. Dus daar heb ik geen moeite mee, maar als ik soms hier zie wat ze allemaal in elkaar hebben gebouwd, ja, vind ik het toch knap en mooi om te zien. Dus daar vind ik alleen maar mooi. Ja, en je bent redelijk populair al, hè, bij de jeugd? Ik zie het, ja. Ik zag het, ja. Er stond aardig wat kinderen om me heen. En het weertje, dat doet hem ook goed. Dus het was een goede workout voor mij net, ja. Nee, maar het is leuk om te zien. En geniet ik dan extra van. En ook leuk om even bij de kinderen en het hutje langs te komen. En een keer een bordje vast te timmeren. Dus ja, alleen maar mooi. Ja, gelukkig. Dus ook wel een klein beetje handig dus met de handen. Maar goed ook voor een keeper. En zo werden er nog handtekeningen uitgedeeld. Kijk nog eventjes voetballen met Kodai Sano. Hoe geweldig is dat? Het kon allemaal vandaag hier op het bouwdorp dus. Ja, voordat we dan afsluiten nog eventjes natuurlijk het laatste transfernieuws. Want ja, er is een nieuwe speler. Ja hoor, NEC heeft Thomas Ouwejan weten te strikken. Transfervrij komt hij over. Zijn contract liep af bij Schalke 04. En hij zou de verdediging komen gaan versterken bij NEC. Dat is het laatste wat ik op dit moment weet. Later in de week natuurlijk een nieuwe NEC-update. Dus ik zeg graag tot dan. Hier trekken wij ten strijde.